Hoi, mijn naam is Bart van Klikproces en ik ga je hier de ultieme uitleg geven over Featured Snippets. Ik ga je precies vertellen wat het is, wat het niet zijn, hoe ze werken, waarom ze zo extreem belangrijk zijn en hoe jij vandaag al actie kan ondernemen om die features te veroveren en meer verkeer naar je website te trekken. Dus als je ook maar iets over Featured Snippets wil weten, dan zit je hier helemaal goed. Welkom bij Klikproces met informatie over betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, conversieoptimalisatie, YouTube en voice. Laten we beginnen bij het begin. Wat is een featured snippet? Nou, een featured snippet wordt ook wel positie 0 genoemd en dat is de antwoordbox helemaal bovenaan in Google als die er is. Dit antwoordblok staat altijd boven het eerste organische resultaat en boven de Google Maps, maar meestal onder de advertenties als die er voor dat zoekwoord zijn. En het woord featured snippet betekent in feite dat je een stukje van het antwoord alvast gefeatured, dus dat het een speciale plek krijgt. Oftewel, de featured snippet is een blok wat een stukje van het antwoord geeft van de vraag die je stelt, met de mogelijkheid om door te klikken naar de website waar dat stukje featured snippet vandaan komt. In feite een soort snelle vraag op een antwoord waar je soms al genoeg aan hebt. En wanneer dat wel zo is en niet zo is en hoe dat precies zit, dan ga ik zo toelichten. Want er zijn dus heel veel verschillende soorten feature snippets afhankelijk van je vraag en het antwoord wat je daarop verwacht. Bijvoorbeeld als je zoekt naar een bepaald event of überhaupt naar een event in een stad, dan krijg je een feature snippet te zien met een rijtje met events. Als je een vraag stelt, dan krijg je het antwoordblok van maximaal 50 woorden, soms met een afbeelding erbij en een doorkliklink naar de website. Dit antwoordblok kan ook bestaan uit bijvoorbeeld een opsomming of uit bullet points. Soms staat het ook uit een tabel of een hoe-te-blok, heel erg afhankelijk van wat voor vraag je stelt. Als ik bijvoorbeeld vraag: wat is voice?, dan is een antwoord daar genoeg. Maar als ik bijvoorbeeld de vraag stel als: uh, wat kost het vervangen van sloten? Ja, dan wil ik het liefst sloten zien met wat eurotekens ernaast zodat ik een idee heb van wat een slot kost. En zo heb je ook featured snippets voor bijvoorbeeld vluchtinformatie. Zo heb je ook bijvoorbeeld een feature snippet voor hotels, of de, als je zoekt op hotelprijzen. Of als je bijvoorbeeld zoekt op de menukaart van een restaurant. Als je vraagt om een bepaalde berekening, als je vraagt om het weer, of als je vraagt om. Uitslagen, bijvoorbeeld van een Formule 1-wedstrijd of van een voetbalwedstrijd. of van wat voor wedstrijd of competitie dan ook. Als je een recept zoekt. en heel vaak als je een bepaald muzieknummer zoekt. want een video kan ook een featured snippet zijn. Nou, die geven dus allemaal verschillende soorten featured snippets weer. maar allemaal hebben ze als doel om je of het volledige antwoord al te geven. of een stukje van het antwoord te geven. En als je dat wat lijkt, kan je doorklikken en kan je verder gaan naar de website. om het volledige antwoord te lezen. Er zijn ook een aantal zaken die je in Google tegen kan komen die wel een beetje lijken op featured snippet en dan is even de vraag van is dit nou een featured snippet of niet. Zo heb je bijvoorbeeld het mensen vragen ook blok, ja dan zie je een blok met vier vragen staan. Dat is niet echt een featured snippet maar als je op de vraag klikt dan krijg je weer wel een featured snippet te zien want dat is weer diezelfde 50 woorden plus een link naar de website. Dus die kan je ook onder de featured snippet beschouwen. Maar ook afbeeldingen als ze heel prominent staan kan je featured snippets noemen. Um, video's, dus niet één video, maar een rijtje met video's die Google voorstelt, zou je als featured snippet kunnen zien. Daarnaast, als je zoekt op bepaalde podcasts, dan krijg je ook een speciaal soort resultaten zien, zou je ook als featured snippet kunnen zien. Google Maps zou je ze ook natuurlijk als featured snippet kunnen zien. En als je zoekt op bepaalde apps, dan krijg je daar bepaalde reviews van of bepaalde voorstelling van. Dat zou je ook als feature-snippet kunnen zien, want je krijgt in feite al een stukje van het antwoord. En dan zijn er nog een paar en die, ja, die zou je misschien ook als feature-snippet kunnen zijn, maar in mijn optiek zijn die het niet. En dat is bijvoorbeeld de nieuwscarousel. Als er net iets in het nieuws is, dan krijg je soms een aantal nieuwsberichten te zien. Zou je als feature-snippet kunnen zien, behalve dat het niet echt een antwoord geeft, maar meer een plek is om gewoon meteen handig door te klikken? Het Google Mijn Bedrijf resultaat, wat je vaak aan de rechterkant ziet als je op een uh, bedrijfsnaam zoekt, dan krijg je wel alvast bepaalde informatie. Alleen, ja, Google mijn bedrijf werkt op een hele andere manier om dat te optimaliseren dan ander, alle andere featured snippets. Dus vandaar dat ik ze eigenlijk scheid. Maar dat is misschien vanuit ja, vaktechnisch gezien. En je moet er andere dingen voor doen. Maar voor een bezoeker komt het wel een beetje op hetzelfde neer. Namelijk, ik krijg alvast info die misschien al antwoord geven op mijn vraag. Als je op bepaalde wetenschappelijke artikelen zoekt, dan helpt Google je ook om eigenlijk ja, die wat makkelijker of wat sneller te vinden. Zou je als Featured Snippet kunnen zien, maar is eigenlijk vooral een handige navigatiemogelijkheid. En het laatste stukje wat je hebt, wat je zou kunnen zien als Featured Snippet, dat noemen ze wel een knowledge panel. En dat is als je ergens op zoekt en Google pakt aan de rechterkant alvast een stukje informatie over dat onderwerp. En meestal pakt hij dat uit Wikipedia, eigenlijk vrijwel altijd. En dan krijg je bijvoorbeeld als je zoekt op uh, wie is of als je zoekt op bepaalde algemene termen zoals een stoel of een bank of een Google Action, dan krijg je aan de rechterkant van Google of midden in je scherm op mobiel, krijg je alvast een stukje informatie met vrijwel altijd een link naar of Wikipedia of een of andere uh, site van Google zelf. Nou, waarom is dit nu zo belangrijk? Waarom laat ik je nou al die verschillende versies zien van soorten zoekresultaten die Google zou kunnen tonen? Nou, deze ontwikkeling is zo belangrijk omdat Google verandert van een vraag- en antwoordmachine naar gewoon een kant-en-klaar antwoordmachine. En Google begint dat te doen door de simpelste dingen alvast meteen in Google te laten zien. En Google probeert om steeds complexere zaken al meteen in Google te laten zien, zodat je niet hoeft door te klikken naar een andere website. Want bijvoorbeeld als ik zoek op uh, wat is het weer in Bodegraven of het weer van Bodegraven komende twee weken, ja, waarom zou ik daarvoor naar een website moeten? Want ja, dit staat nu heel makkelijk in Google, kan ik makkelijk op doorklikken. Heb ik mijn antwoord? Ben ik blij? Kan ik weer verder gaan? Heel vervelend voor de weersites natuurlijk, want die willen liever dat ik naar ze toe ga. Maar daar heb ik nu geen enkele reden meer voor. Maar wel makkelijk voor mij als gebruiker. En omdat Google dit steeds meer aan het doen is, is het zo belangrijk om bovenop deze ontwikkeling te zitten: de ontwikkeling van de featured snippets van de antwoorden die eigenlijk al in Google worden gegeven. En je kan er niet tegen vechten, tegen Google valt nou helemaal niet te vechten, ze hebben een monopolie, dus dan kan je maar beter meegaan, proberen die features, snippets zoveel mogelijk te veroveren, zodat je nog steeds zoveel mogelijk vastgoed als het ware hebt in de zoekresultaten van Google, met daarbij de kans dat ze natuurlijk naar jouw website doorklikken. Een van de duidelijkste voorbeelden hiervan is dat uit recent onderzoek blijkt dat minder dan de helft van alle zoekopdrachten resulteert in een klik in de zoekresultaten. Dus minder dan de helft van de zoekopdrachten, daar is het nog voor nodig om ergens op te klikken om vervolgens informatie te krijgen. En de verwachting is dat die trend alleen maar groter en groter wordt. Steeds minder zoekopdrachten zullen leiden tot daadwerkelijk een klik. Door onder andere dus die featured snippets. Er zijn heel veel onderzoeken over welk percentage van alle zoekopdrachten heeft nu een featured snippet in zich. Er zijn heel veel onderzoeken die gaan over hoeveel procent van alle zoekopdrachten heeft nu een featured snippet in zich. Ja, sommigen zeggen 10%, anderen zeggen 20%, sommigen 30%. Wat mij betreft maakt dat percentage niet uit, want het staat vast dat het er alleen maar meer worden en dat je toch moet meegaan met veranderingen van Google. Dus ja, hoeveel procent het ook is, wetende dat het alleen maar meer gaat worden, moet je er gewoon nu mee bezig gaan. Weet bijvoorbeeld dat een featured snippet doorgaans echt een hele hoge click-through rate heeft. Zoals dus je bijvoorbeeld die antwoordbox hebt bovenin Google die ik net liet zien. Weet dat een featured snippet over het algemeen een hoge click-through rate heeft. Dus als je bijvoorbeeld de standaard antwoordbox laat zien die maximaal 50 woorden heeft en eventueel een afbeelding erbij, die heeft een click-through rate van ongeveer 9%. Dat betekent dat je ongeveer 10% van alle klikken kan afvangen simpelweg door die featured snippet te veroveren. Wat namelijk zo mooi is aan het featured snippet is dat je niet eerst hoeft te staan in Google om het featured snippet resultaat te veroveren. En sterker nog, wij hebben daar onderzoek naar gedaan en iets meer dan 50% van alle featured snippet resultaten Komt vanuit de website die nummer 1 staat organisch. Dus dat betekent dat ongeveer 50% van al die feature snippets vanuit een website komen die niet eerste staat. Die staat dus tweede, derde, vierde, vijfde. En nu is het wel zo dat naarmate je hoger staat in Google, de kans dat je die feature snippet verovert groter is. Maar dat hoeft dus niet. En we komen het echt vaak tegen dat bijvoorbeeld het vierde of het vijfde resultaat toch die featured snippet bovenin heeft veroverd en dat betekent dat ze dus eigenlijk klikken zitten weg te stelen van het nummer 1 organische resultaat. Dus ook dat is een belangrijke reden om die featured snippet te veroveren, want in plaats van dat je probeert op te boksen in Google en dat je pas vanaf positie, laten we zeggen 3 een beetje goede klikken gaat krijgen, kan je dus eigenlijk al vanaf positie 10 in Google klikken gaan stelen van je concurrenten door simpelweg die featured snippet te veroveren. Ook wordt de featured snippet Bijna altijd gebruikt in voice-resultaten. In 86% van alle gevallen dat er een featured snippet aanwezig is, wordt die gebruikt om antwoord te geven via voice. En ook via voice wil je natuurlijk dat jouw website genoemd wordt. Dus die featured snippet is niet alleen belangrijk voor je mobiel- of voor je desktop-searches, maar je pakt ook meteen het overgrote deel van alle voice-searches mee door die ene featured snippet te veroveren weet dat featured snippets echt de toekomst zijn, dat die cruciaal zijn om mee te blijven doen in Google. Dus je moet die echt veroveren. Nou is het belangrijk om op te merken dat elke featured snippet eigenlijk zijn eigen uh, dingetjes heeft waar je op moet letten om hem te veroveren, kleine nuances of bepaalde regels om je aan te houden. Dus ik ga die regels nu uitleggen voor een groot deel. Maar weet ook dat voor jouw specifieke zoekopdracht en de featured snippet die getoond worden er altijd kleine nuanceverschillen kunnen zijn. Dus ondanks de algemene uitleg die ik je geef, moet je altijd even op jouw uh, zoekwoord googelen om te kijken hoe die featured snippet eruit ziet en hoe je die het best kan veroveren. Datzelfde geldt voor welke zoekwoorden wel of niet een featured snippet hebben. En wij gebruiken een tool als Ahrefs en die geeft het heel duidelijk weer en die update ook heel vaak. Maar het kan heel goed zo zijn dat je vandaag nog geen featured snippet hebt op een bepaald zoekwoord en morgen wel. En weet dat Google er steeds meer toevoegt, dus het is heel slim om bijvoorbeeld één keer per kwartaal of één keer per half jaar alle belangrijke zoekwoorden even te checken. Staat er al een featured snippet? Zo niet, nou dan check ik hem even af, daar hoeven we nog niks aan te doen. En zo ja, dan moet je zorgen dat je in de strijd mengt om die te veroveren en degene die het nog niet hebben kan je misschien daar wel alvast op voorbereiden. Dus ik heb hier een lijstje met zoekopdrachten die bijna altijd wel een featured snippet doorgeven en dit is doorgaans altijd informatiegericht. Dus denk aan zoekwoorden als beste, nieuw, top, goedkoopste, snelste, prijzen, hoete. Dus eigenlijk zoekwoorden die je invoert en waarbij je een soort lijstje verwacht. Die hebben vrijwel altijd een featured snippet. Dat geldt ook voor zoekopdrachten die een maat aangeven. Dus als je vraagt om een specifieke maat, of een schema, of een tijd, uitslagen, scorenstanden, berekening, uh, een bioscoopfilm, de tijden daarvan bijvoorbeeld, een calculator. Dus bijna alles waarmee je werkt met getallen heeft ook een featured snippet. En simpele vragen hebben vrijwel altijd een featured snippet: bijvoorbeeld wat is, of wie is, of een definitie ergens van, of een korte uitleg. Maar denk ook bijvoorbeeld aan een salarisindicatie of prijzen. Dat kan een lijstje zijn, maar dat kan ook een antwoordbox zijn. Dus de simpele vragen hebben vrijwel altijd een featured snippet. Maar er zijn er nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan recepten, reviews, muzieknummers, voorbeelden en een vraag waarbij je logischerwijs eigenlijk een tabel verwacht. Al zulke soort vragen, dus dit zijn toch de wat simpelere vragen die een makkelijk antwoord hebben en vaak ook een eenduidig antwoord, die hebben vrijwel altijd een featured snippet. En als ze dat nog niet hebben, dan gaat die geheid komen. Dus dat is wat het is, waarom het belangrijk is en waar je het kan verwachten. Maar hoe verover je nou die feature snippets? Nou, dat ga ik je nu precies uitleggen. En wederom let op, het verschilt dus wel een stukje per feature snippet. Dus ik ga ze even één voor één langs. Als je een feature snippet tegenkomt wat een lijst is, dus dat kan een echt een genummerde lijst zijn of dat kan gewoon een bullet point lijst zijn. Nou, logischerwijs moet je dus een lijst hebben. Op je website, want anders kan je niet een lijst, feature, snippet veroveren. En dat kan eigenlijk op twee manieren. Je kan een lijst maken door gewoon letterlijk een, bijvoorbeeld een bullet point of een genummerde lijst in je tekst te maken. Maar je kan ook bijvoorbeeld steeds headings 2, h2-tekst, koptekst 2. Um, daar kan je ook een lijst van maken. Door te zeggen in je artikel: dit zijn de top 10 tips en dan gewoon een heel groot 1. Punt ja, tip nummer 1 en dan krijg je een stukje tekst. 2 punt, tip nummer 2. Ook daarin is Google redelijk goed in dat oppakken om dat vervolgens te laten zien. Wat je kan doen om dat du dubbel zo goed op te pakken, is dat je bovenaan een index, een inhoudsopgave maakt van je pagina waarin je die 1 tot en met 10 nog even netjes onder elkaar zet. Dat is makkelijk voor een bezoeker, want dan komt hij op je pagina en dan kan hij naar de tip doorklikken waar hij het snelst heen wil. Is makkelijk voor Google, want dat helpt net weer even om die lijst te snappen en je dus misschien in die featured snippet te plaatsen. En het zou er ook nog voor kunnen zorgen dat je, je zoekwoorden net wat beter kwijt kan of uh, dat je net iets extra content op je site hebt. Dus een index, niks dan voordelen en dat kan je helpen om een lijst featured snippet te veroveren. En als je je lijstje hebt, herhaal daar even de zoekopdracht boven. Dus als je zoekopdracht waar je een lijst voor wil veroveren, bijvoorbeeld is uh, de 10 grootste biermerken van Nederland. Zet dan niet zomaar een lijstje met die biermerken onder elkaar, maar zet er even boven: 10 uh, grootste biermerken van Nederland. En probeer dan wat van die, ja, van die irrelevante woorden te uh, vermijden. Dus bijvoorbeeld woorden als. Hieronder staan de 10 grootste biermerken van Nederland. Want dat is nogal lang. Beter is om gewoon zo kort mogelijk op de daadwerkelijke vraag te zitten. die geïngetikt wordt via Google. Dus gewoon 10 grootste biermerken van Nederland, dubbele punt. en een lijstje met 10 biermerken. Let op dat een lijstje. Uh, maximaal ruimte heeft voor tussen de 5 en de 7 items, afhankelijk van hoe lang elk punt is. Dus zorg dat die eerste 5 tot 7 het meest belangrijk zijn, zodat mensen die zien en denken: hé, hey, dit is interessant, ik klik op die feature, snippet, link door naar jouw pagina. En houd er rekening mee dat de tekst van de punten die in dat lijstje staan, dus elk bullet point individueel, dat die tekens maximaal 65 mogen zijn. Dus als je een bullet point maakt en vervolgens zet je achter dat bullet point drie regels. Dan gaat Google dat niet overnemen. Dat is te lang voor een featured snippet. Hè. Het moet kort zijn. Dus maximaal 65 tekens, dan is de kans het grootste dat Google het snapt en overneemt. Maar korter is eigenlijk beter. Als je het 50 tekens bijvoorbeeld van kan maken, zou dat top zijn. Een laatste pro tip als je de featured snippet met het lijstje gaat veroveren. Kijk, het is Google's doel om een bezoeker antwoord te geven op zijn vragen. Maar het is jouw doel om die bezoeker naar jouw website te krijgen. Dus zorg ervoor dat dat lijstje, de, de punten die erin staan, een teaser zijn en dus nooit het volledige antwoord zijn. Want als het het antwoord is, dan klikken ze niet meer naar je site. Dus zorg voor een goede teaser die juist ervoor zorgt dat ze klikken en naar je website gaan. Alle feature snippets die iets met getallen of uitslagen te maken hebben, die kan je vergeten. Dat zijn uh, apparaten van Google zelf. Google genereert die informatie zelf, geeft ze zelf weer. Daar kan je niks aan doen, dan kan je geen link door verdienen. Dus alles wat met getallen, berekeningen, uitslagen of scores te maken hebben kan je vergeten. Hetzelfde geldt dus voor die knowledge panels die dus aan de rechterkant verschijnen. Die data pakt Google altijd van Wikipedia of vanuit Google zelf, dus ook die hoef, kan je niet veroveren, hoef je geen moeite voor te doen. Simpele vragen, juist de antwoordbox die kan je wel veroveren, dus daar gaan we het eens even goed over hebben, want die is net als het lijstje heel erg belangrijk. En dan zijn het dus de simpele vragen als: wat is, de definitie van iets, een korte uitleg. Zulke soort simpele vragen waar ook in theorie een simpel antwoord op kan komen. Maar wederom, hiervoor geldt: het, het is niet jouw doel om het antwoord volledig te geven. Je doel is om mensen naar de website te krijgen. Dus allereerst zorg ervoor dat je boven het antwoord op de vraag duidelijk de vraag herhaalt. Dus als de vraag bijvoorbeeld is. Wat is acquisitie? Zorg dan dat je op je website duidelijk hebt staan: wat is acquisitie? En daarna begint met het antwoord: Acquisitie is en dan de rest van het antwoord. Op die manier is het heel duidelijk voor Google dat de vraag en het antwoord bij elkaar hoort. Eventueel kan je dit vraag en het antwoord ook met FAQ schema opmaken. En dat is speciale code van het Google FAQ code en dat zorgt ervoor dat Google nog beter snapt wat de vraag is en wat het antwoord is. Die code is heel makkelijk te vinden op schema.org slash FAQ, daar kan je die code gewoon vinden. En er zijn ook verschillende FAQ code generatoren aanwezig, bijvoorbeeld op ons blog. Dus ook daar kan je heel makkelijk je vraag gewoon inzetten, het antwoord inzetten en dan komt de code er vanzelf uit. Maar dat is niet heel ingewikkeld, het is gewoon een klein stukje code wat je kan toevoegen om net iets meer kans te hebben om die feature te veroveren. Maar let op, dit is verre van verplicht. Los van de vraag, geef je een antwoord van maximaal 55 woorden of 320 tekens. Want Google kijkt niet per se naar het aantal woorden of tekens, maar ook hè, de, de W is een groter teken dan de I bijvoorbeeld. Dus het gaat eigenlijk om het totaal aantal pixels. Dus ik raad je eigenlijk aan om binnen de 50 woorden of 300 tekens te blijven. Dan weet je zeker dat jouw antwoord namelijk past in die antwoordenbox. Als je antwoord namelijk niet in die antwoordenbox uh, past, dan is de kans of dat Google je antwoord dus niet toont en dus eerder een concurrent of dat die antwoord afkapt, maar dat is bijna altijd op een ongelukkige manier. Dus hier moet je eigenlijk voor zorgen dat je antwoord wel past binnen die antwoordenbox, maar dat het antwoord dus eigenlijk nog steeds wel wat vragen overlaat, zodat ze nog steeds klikken naar jouw website. Dat je de vraag en het antwoord waarmee je die fiets snippet wil veroveren bovenaan op je pagina hebt staan. Lijkt iets uit te maken. Dat wil zeggen, doorgaans hebben de websites die de featured snippet hebben, die hem hebben veroverd, het vraag en het antwoord boven in de pagina staan. Dus of het echt directe oorzaak- en gevolgrelatie is, dat weet ik niet. Maar het lijkt wel een bepaalde correlatie te hebben. Dus ik zou zeggen, ik zou het je aanraden als je het bij veel websites ziet, neem, die, die de featured snippet veroveren, neem dat over. Dus zorg ervoor dat je het vraag en het antwoord boven aan je pagina hebt staan. Hoewel de featured snippet dus niet altijd vanuit het Eerste organische resultaat komt, degene die eerste organisch staat, uh, lijkt is het wel zo dat hoe hoger je komt, hoe groter de kans wordt. Dus als je die feature snippet wil veroveren, moet je dus nog steeds bezig zijn om dus ook dat eerste organische resultaat te veroveren, om de kans dus te vergroten dat je die feature snippet pakt. Nou, voor, voor feature snippets van recepten, reviews, muziek en hoe te, dus een uitleg, geldt eigenlijk hetzelfde voor. Dus één, je hebt daar speciale schema, structured data voor, speciale schemacode. Maar als je dus naar schema.org gaat en je zoekt daar op hè, recept of recipe of muziek of music, dan vind je die code vanzelf en die code is echt best wel makkelijk Er dus staan. Goede duidelijke voorbeelden met hoe je dat moet implementeren, hoe dat eruit ziet. Dus dat is niet heel ingewikkeld. Op onze website vind je ook een makkelijke generator om dat te doen. Of je gaat gewoon naar schema, dan kun je daar de code vandaan halen. Om aan Google duidelijk te maken... Wat, wat is op je pagina en hoe die dat in zo'n feature snippet zou moeten laten zien. Ik zal even een voorbeeld laten zien van hoe Google dat zelf laat zien, van een recept bijvoorbeeld. En dan kan je zien hoe duidelijk het is. Dus als je via YouTube kijkt, kan je het hier zien. Ja, het staat best wel duidelijk. Je hoeft hier geen programmeur voor te zijn om dit te snappen. En dit is kopiëren, in je, in je WordPress website plakken en het staat. En ook hiervoor geldt: de structured data is niet verplicht, maar het helpt gewoon. Dus ik zou het gewoon aanraden om het te doen. Als je de video feature snippet wil pakken, dan is het eigenlijk niet zo ingewikkeld. Je moet gewoon eerst te staan in de YouTube ranking. Dus jouw video moet bovenaan komen te staan in YouTube als je via YouTube zoekt op dat zoekwoord. En dan komt die ook bovenaan te staan als feature snippet als iemand in Google zoekt. Ook hiervoor geldt: het is niet 100% altijd dat het de nummer 1 video is, maar wel in vrijwel alle gevallen. Dus zorg dat je bovenaan komt te staan in de YouTube SEO ranking. En als allerlaatste de featured snippet van de tabel. Dit zal je waarschijnlijk heel erg verbazen, maar je moet jouw content dan in een tabelvorm hebben op je pagina. God, wat verrassend. Ja, als Google dus een bepaalde tabel toont, en dat doet hij onder andere vaak als iemand vraagt naar prijzen, dan zie je vaak dat een tabelvorm het makkelijkst werkt om dat antwoord weer te geven. Bijvoorbeeld optie 1, 2, 3 en 4. En rechts daarvan zie je dan de prijzen. Nou, en zo moet je het ook op je website hebben staan. Dus niet zo ingewikkeld. Je kan elke willekeurige tabel voor gebruiken. Er zit ook geen schemacode achter. Gewoon de tabel en dan is het goed. Let wel op dat de tabelvorm van de featured snippet maximaal drie kolommen breed is. En het hangt er vanaf hoeveel tekst erin zit. Dus of twee of drie kolommen breed. En let op dat die maar maximaal zes rijen diep is. Dus maximaal zes. Ook daarvoor hangt er weer vanaf wat er precies in die kolommen staat. Um, maar zorg er dus voor dat die bovenste zes. Of de bovenste die die laat zien in die featured snippet dat die het belangrijkste zijn en de belangrijkste trigger zijn voor mensen om door te klikken naar jouw website. En dat is het. En ik weet dat het nu heel makkelijk klinkt, maar het veroveren van een featured snippet is echt niet heel makkelijk. Dus zorg ervoor dat je goed kijkt naar wat scoort er nu, hoe kan ik dat kopiëren en hoe kan ik het verbeteren, hoe kan ik mijn organische resultaat omhoog brengen, om de kans te vergroten om die featured snippet te vervangen zorg dat je al je stukjes data op orde hebt en zorg ervoor dat je hiermee bezig blijft want niet alleen speelt dit al een ontzettend belangrijke rol. Die rol gaat alleen maar groter worden en zeker ook als je aan voice denkt, dan wordt het alleen maar belangrijker. Als je onze SEO trends video kijkt voor 2020, dan zie je ook dat er nog veel meer aan gaat komen dan wat er nu beschikbaar is. Dus dit is echt cruciaal om bij te blijven als SEOer. Als je dit niet op orde hebt tot het einde van het jaar, dan ga je volgend jaar echt een probleem krijgen. Want dit is maar een voorbeeld. Er gaan nog veel meer veranderingen komen die hier allemaal mee te maken hebben. Ik zou zeggen, zet hem op. Heel veel succes. Pak die feature-snippet. Verover die resultaten. Als je nog vragen hebt, kan je natuurlijk een vraag onder YouTube stellen. Je kan een vraag op ons blog stellen. Je kan me direct mailen. Barthardclickprocess.nl krijg je altijd antwoord van me. Ik zou zeggen, succes. Zet hem op. Bedankt voor het kijken, luisteren of lezen. En ik hoop dat je de volgende keer natuurlijk weer kijkt, luistert of leest. Dan heb ik nog veel meer advies over YouTube, over voice, over conversieoptimalisatie en natuurlijk over SEO.